Tijd voor actie dus. Dit is Hans van Leeuwen. Hans is van de bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. Met een petitie hoopt hij dat de gemeente Den Haag luistert naar de problemen die ze hebben. Ja, het ergste is, de bezoekerspas heeft een urenlimiet. En die urenlimiet die werkt goed tot een bepaald moment. Maar kom je niet uit met de uren, dan zijn bepaalde groepen van mensen komen in de problemen. Hans is niet de enige die dat vindt. Maar liefst 3500 mensen delen zijn mening. En ook de PVV is het eens met de actiegroep. Wij hebben een initiatiefvoorstel ingediend, een marktconforme bezoekerspas, een bezoekersvriendelijk Den Haag. Dat het mogelijk moet maken voor mensen om extra parkeeruren bij te kopen op die bezoekerspas. Want het is nu zo dat je eenmalig die pas aanschaft en afhankelijk van het aantal uur wat er betaald parkeren is in jouw wijk, krijg je een aantal uur toegekend. En als het op is, is het op. Ja, en als jij een tekort hebt aan je uren, dan heb je gewoon pech eigenlijk. Bij de gemeente Den Haag zijn ze zich van geen kwaad bewust. Verantwoordelijk wethouder Peter Smit laat weten dat de meeste mensen juist moeite hebben om de bezoekuren op te maken.